Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions. So they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. We staan hier nou bij een, op de Zwaanshals bij een nieuwe koffiewinkel Hopper. En ik praat hier met... Karel. Karel. Hey, welkom in het Oude Noorden. Dankjewel. Hoe kom je erbij om hier te gaan staan en zitten? Een leuke straat. En jullie staan ook nog in de stad, in het Schiedamse Vest. Is het precies hetzelfde of zijn er verschillen? Nou, er zijn veel dingen hetzelfde. Ja, eigenlijk zijn er heel veel dingen hetzelfde. Maar het is natuurlijk een heel ander gebouw. Dit is een ouder pand. Dat is met glas en lood. Wat meer verschillende ruimtes. Dus het is gewoon ja, gezellig hier. Je hebt lekkere koffies en andere drankjes. Maar ook brood. En brood, dat maak je zelf, hè? Ja, we maken in principe alles zelf. Koffie branden we zelf. Brood bakken we zelf. En het komt gewoon eigenlijk een beetje eigenwijs ben. Ik heb altijd een beetje een idee over hoe iets moet smaken. Hoe het eruit moet zien. En dan ja, als je het in moet kopen, werk je eigenlijk met een product van iemand anders. En dat is niet wat we willen. We willen gewoon of je het lekker vindt, dat kunnen we over discussiëren. Maar als je het lekker vindt, kan je het alleen bij ons zo krijgen. Oké, okay, want het branden, doe je het echt hier of ergens anders? Nee, we branden hier achter. Kijk, dus achter staat de koffiebrander. En ja, eigenlijk al een tijdje. We zijn nu dan pas open, maar branden doe ik hier al meer dan een half jaar. In het Oude Noorden zijn ook wel meerdere koffiewinkels hier bijgekomen. Maar hoe komt het dan eens dat er heel veel koffiewinkels komen? Of koffiebranderijtjes? Geen idee. Ik heb geen idee. Je leest het in de kranten. De koffie is een hype in Nederland. Maar ja, de koffie komt niet hier vandaan. Koffie komt zeker niet uit Nederland. Dat komt allemaal eigenlijk van rond Evenaar. En dan natuurlijk over verschillende plekken van de wereld. Maar de kunst is gewoon om koffie naar een beetje beter niveau te tillen. Is gewoon, ja, moet je aan heel veel dingen tegelijk werken. Weet je? Dat zijn allemaal kleine dingetjes waar je aan moet denken. Koffie moet heel vers zijn. Je moet het vers malen. Vers gebrand. Op dit moment zijn er nieuwe oogsten binnen aan het komen. Dus dat is ook al belangrijk. Oogsten van vorig jaar wil je al niet meer. Dus eigenlijk om die kleine beetjes extra. Dat is eigenlijk wat het moeilijk maakt. Dus met hardlopen. Iedereen kan een klein beetje hardlopen. Maar om een beetje beter te zijn moet je heel veel meer trainen. Ja, en dat is eigenlijk met dit soort dingen precies hetzelfde. Oké, okay, maar hoe weet je nou eigenlijk wel, ja, wat zijn goede bonen en dat weer niet? Ja, dat proeven. Je krijgt vanuit verschillende landen krijg je samples opgestuurd. Dus op 100 gram ga je, en dat brand je in een klein brandertje en dan ga je proeven. En aan de hand daarvan moet je gewoon een hele pallet kopen of nog veel meer. Dat is natuurlijk wel een beetje spannend altijd, maar naarmate je meer ervaring in krijgt, wordt dat makkelijker. Het koffiebranden zelf. Hoe doe je dat? Leer het uit een boekje of ga je naar een school? Nou ja, sommige mensen volgen cursussen, maar ik ben altijd eigenwijs. Ik wil het allemaal zelf uitvinden. En dan begin ik altijd gewoon eerst een beetje te prutsen en dan ja, langzaam gaat het steeds beter. En het is gewoon een beetje oorzaak en gevolg natuurlijk, weet je. Ja, ik hou ervan om dingen zelf uit te vinden. Zodat het echt in je systeem zit, dingen die je geleerd hebt. Het is leuk om in een boek op te zoeken. Maar als je het zelf geleerd hebt, zit het in je en dan kan je het. Dan hoef je niet op te zoeken hoe je het moet doen, dan weet je het. Maar zou je ook een keertje gewoon... mensen een workshop kunnen geven hier, of niet? Of ligt dat niet zo aan jou? Ja, dat kan. Dat is ook wel een idee. Maar ja, goed, het is altijd gewoon eerst, stap voor stap, weet je wel. Eerst het belangrijke. Eerst moeten we zorgen dat de gasten goed geholpen worden. Dat alles in orde is. En dan gaan we verder denken. Er zijn altijd nog heel veel leuke dingetjes die we kunnen gaan doen in de toekomst. Maar ja, dat zien we wel. Ik denk dat we zeker een bijdrage kunnen gaan leveren. Want ja... mensen kunnen nu lekker ergens afspreken om wat te eten en te drinken. En ik denk dat het Zwaanshals toch nog weer een klein stukje gezelliger op kan gaan worden.